In de Der Kinderenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart is vanmiddag mogelijk een moord gepleegd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een man meldde zich kort. Het is een koude decembermiddag in 2006 als de Hoornse Jacques en Wanda Beemsterboer het bericht krijgen dat iedere ouder vreest. Hun dochter, de 20-jarige Nadine, is dood. Vermoord door haar ex-vriend. Hij had zich op een of ander moment voorgenomen dat Nadine niet verder mocht leven zonder hem. En daar heeft hij uitvoering aan gegeven. Hij heeft in zijn woning op 3 plaatsen een mes verstopt. Hij heeft haar nog 1 keer op zaterdag 2 december naar zich toe weten te lokken. En hij heeft haar met 36 messteken om het leven gebracht. Dat is wat er gebeurd is. Ja, als je Nadine voor je ziet hoe ze was, tengere meid, liefdevol, dan kun je daar echt totaal niets bij voorstellen. Toen agenten bij het huis aankwamen, troffen ze binnen inderdaad een lijk aan. Nadine was een levenslustige jonge vrouw. Ze hield van muziek en van dansen en was al op jonge leeftijd een fanatieke atlete. Ze kwam al stralend de trap af en dan bom, 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 bom. Ze was heel energiek. En ja, de zon ging gewoon schijnen. Dus een prachtige, stralende ogen. Echt een kind om van te houden. Om nou te zeggen dat ik het voor de volle 100% besef wat er gebeurd is, zover is het zelf nu na 12 jaar nog niet. Het is bijna te veel om 100% te beseffen. Ter nagedachtenis aan hun sportieve dochter organiseren Jacques en Wanda al 10 jaar het sportieve evenement Nadine Oké. 10 kilometer hardlopen in Scharwoude in de strijd tegen zinloos geweld. Sporten, dat brengt mensen gewoon op een gezonde manier in het leven. Dat is een evenement van blijheid. En dat is echt de sfeer waarin Nadine geleefd heeft. En dat willen we graag ook. En daar hoeven we niet eens moeite voor te doen. Dat komt automatisch terug in alle dingen die we in haar geest doen. Maar de familie Beemsterboer verhuisde dit jaar naar Gelderland. Hun oudste dochter en haar 2 kinderen achterna. Na jaren in Horen te hebben gewoond, was er behoefte aan verandering. Het huis met alle herinneringen aan Nadine is achtergelaten. Ik had verwacht dat ik er meer moeite mee zou hebben. Maar aan de andere kant is ook, we hebben daar ook een hele hoop verdriet gekend. De kinderen zijn er opgegroeid, dat is prachtig. Maar Nadine heeft er opgebaard gelegen. We hebben de dader is daar 3 jaar lang over de vloer geweest. Dus het voelt toch heel goed om daar op een gegeven moment nu afstand van te nemen. Ja. En dus komt er ook een einde aan de Nadine Oké-run. Dit jaar wordt hij voor het laatst gelopen. Vanaf editie 1 hebben wij ons voorgenomen dat 10 keer te doen. 10 jaar achter 1 dit evenement te organiseren. En dit is nu de 10e keer. En we houden ons bij dat plan, want het valt samen met onze verhuizing van Horen naar Doesburg. Dus dan zit je toch op 150 kilometer afstand van Horen. En dan is het wel goed ook om dat plan ook vast te houden. De run is weliswaar, editie 10 is het voorbij. Maar we zijn niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. Dat is niet onze bedoeling. En Nadine zit in mijn hart. En dat zal altijd zo blijven. Ik heb letterlijk in dit gouden hartje zit een beetje as van haar. En sinds haar dood draag ik dat ook. Maar in wezen heb ik niks nodig, want ze zit toch wel in mijn hart.